Ik ben Keisuke Honda. Maar ander Honda dan de auto. Ik ben Ben Lidsdoa. Ik ben Kroninga. Study. Okay. Lachende gezichten op de training van vrijdagochtend. Ook bij Sai van Wermerskerke. Want de rechtsback had met 2 assists ook een groot aandeel in de 6-2 overwinning op RKC Waalwijk. Ja, dat was een goede wedstrijd voor mij ook. Ja, natuurlijk Reza scoorde 4 keer, dat is niet normaal. En dat was een goede voor hem. Maar ook voor mij, 2 assists. Ja, dat is goed voor rechtsback, ik denk. En laatste jaar ik heb niet veel assists. So, yeah. Tweede wedstrijd en ik heb 2 assists, dat is goed begint, ik denk. Ja, je speelt nu een aantal wedstrijden daar op rechtsback. Gaat wel lekker, hè? Ja, volgens mij ja. Ja, ik denk wel. Ja. Ik speel 2 keer en 2 keer gewonnen. So, ja. Goed, voor het team ook, ik denk. Ja. Ja, aanvallend ben je ook betrokken, je komt met die assist, maar ook gewoon, je probeert altijd wel ook de diepte te zoeken. Is dat ook iets wat je leuk vindt, wat je fijn vindt? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, rechtsback is normaal defender, maar als ik heb momenten naar hoger, ja, dan natuurlijk ik wil proberen en ook proberen maken assist of score. Mike Havenaar, de kerstverse aanwinst van Vitesse, traint sinds enkele dagen mee met zijn nieuwe club. Havenaar is geboren in Japan, maar zijn ouders en familie zijn Nederlands. In hoeverre voelt hij zichzelf Nederlander? Bijna niet. Nee? Ik was in Japan geboren en daar opgegroeid. So, echt geen Nederlandse culture of echt niks erin. Want jouw ouders zijn wel allebei Nederlands? Ja. So, Alleen tegen mijn ouders spreek ik Nederlands, maar voor de rest spreek ik Japans of Engels dan. Ja, hou jij bijvoorbeeld van Nederlands eten? Gehakt, ja. Maar voor de rest, nee. Maar als ik hier kom op vakantie met mijn ouders, dan eet ik altijd broodje kroket en frietjes. Dus je bent eigenlijk ben je gewoon, je voelt je Japans? Ja. Yeah. Havenaar voelt zich dan wel Japanner. Hij gaat de aankomende jaren wel in het geboorteland van zijn ouders wonen. Ondanks dat zijn vader en moeder nog altijd in Japan verblijven, heeft hij bewust voor Nederland gekozen. Hij is echt mijn is een first step voor mijn Europa. En I want to make it a very good one. En Vitesse was the first team to make me an offer. En there was of course my parents are from Holland as well, so I thought why not. Yes. Er waren meer clubs in jou geïnteresseerd. Klopt het dat je ook in Wolfsburg bent geweest? Ja, dat is echt een beter offer. Maar voor me dat geld maakt niet uit. Het is echt of ik kan beter worden. Want ik ben nog echt nog bijna niks in Europa. Weet je? Niemand weet me in Europa. So, ik moet een hele goede, echt een goede step hebben voor... Was het gevoel met Wolfsburg bijvoorbeeld niet goed? Ze hebben daar best wel een trainer die streng is. Ja, ik vind niet lopen leuk. Japan en Nederland is natuurlijk een wereld van verschil. Maar wat vindt hij tot nu toe het grootste contrast? Met voetbal is het echt met de ball speed en het physical contact. Dat is echt different. En met de culture. In Japan is het more crowded. En in Nederland regent het wel. Maar zijn Nederland bijvoorbeeld ook wat brutaler in hun doen en laten? Een grotere mond bijvoorbeeld? Ja, dat ook. De Japanners die zeggen bijna niks altijd. Maar hier zeggen ze allemaal al van niet. Maar het maakt niet uit van. Hey, hoe maak jij meestal je doelpunten? Wat voor type spits ben jij? Ik
ik ben echt een ik moet zeggen, een lonely striker of moet ik zeggen. Ik kan niet zelf alles doen. Ik wacht altijd voor een pas van het middenveld of van de zijkant. Ik wacht eerst of course postplay. Dan eerst bal aan en simpel kaartje. Dan loop ik gewoon in front of the goal en that's where I have to do my job. Ja, je hebt 17 doelpunten gemaakt vorig jaar. Hoeveel met het hoofd? 6 met mijn hoofd en 11 met mijn voeten. Dus je bent een goede kopper. Ja, nee. Ja, bij het Japanse team krijg ik bijna eens geen crosses. Maar toch moet ik wel bewegen om de bal te krijgen. Dat is waarom ik had, ik denk 11 goals met mijn voeten. Hey, hoe is het om jouw landgenoot hier te treffen, Yasuda? Maakt het dat makkelijker voor jou? Ja, ik vertel me alles. Weet al hoe de spelers zijn, wie dat is en wie dat is, weet al. After we go back to Holland, he's gonna show me around. It's een hele grote help voor me. Shinji, een lekkere wedstrijd voor jou. Ik vind je meer aanwezig dan in de eerste seizoenshelft. Ja, ik vind het een heel moeilijke periode geweest voor mij. Want begin dit seizoen, ja. Ik ben niet bij hier. Ik speel bij de Olympische Spelen. En dan daaraan terugkomt naar de nieuwe, helemaal nieuwe stad. Beetje. En ja. En dan, daarna, ja, ik kom een jaar terug. En dan, ja, pas. Ik heb een paar geblesseerd gehad. Ja. Dus, ja. Nu ben je weer opgeroepen voor het Japanse nationale elftal. Wat gaat er gebeuren? Gaat Feyenoord je laten gaan? Of Ja, ik wist niet wat er gebeurd heb. Ja, maar Feyenoord wil graag niet naar het Japanse nationale team gaan. Wat wil jij? Ja, ik wil natuurlijk naar het Japanse nationale team. Want ja, dat is trots voor mij. Ja, normaal. Maar Feyenoord weet ook dat jij wil, dus dan zouden ze je toch gewoon moeten laten gaan. Ja. Maar ik heb nu helemaal fit. En ik heb vandaag ook herwedstrijd gespeeld. Dus geen probleem. Het viel me op hoeveel vrijheid je had vandaag. Er was niemand die jou schaduwde. Wat zeg je? Er was niemand die achter jou aanliep. Je had heel veel vrijheid vandaag. Ja, ik ben heel lekker rustig gespeeld, want niemand bij mij. Dus maar heel moeilijk voor ons, want heel kort ruimt een beetje, maar heel breed. Het is moeilijk, we hebben heel veel afstand bij elkaar. Dus, en RKC hield ook een hoop mensen achter de bal vandaag. Ja, zeker. Ja. Zijn dit jouw laatste maanden voor Feyenoord? Laatste maand? Blijf jij nog bij Feyenoord? Ja, natuurlijk. Ik heb nog tot 2007 contract hebben. Dus alle verhalen dat jij op zoek zou zijn naar een grote topclub in Zuid-Europa, die zijn uit de lucht gegrepen? Nee, op dit moment niet. Op dit moment speelt er niks? Nee. Dus volgend jaar is Shinji Ono nog gewoon Feyenoorder? Denk ik wel. Hallo, alles goed? Mijn naam is Eiji Kawashima. Ik ben van Japan naar Lille gekomen. Ik hou van Lille en België. Dank u wel.